Goedemiddag dames en heren, Vasteloonvrienden uit Wiert, Neuwiert en de Boeteneeën. Welkom bij de eerste aflevering van het 1 keer 11-jarig jubileum van De Goonverweer. Het is pas de eerste aflevering, maar ik ben toch wel al heel erg groot. Want 11 jaar breng ik Björk in de Vasteloonvrienden in de hoeskamer en door een slukje pakken. En dat is fantastisch om te mogen doen. Afgelopen vrijdag, jubileumfeestje, ook hartstikke ziek. We gaan een chique programma maken met als doel de Vasteloonvrienden in de hoeskamer brengen. Mensen die het moeten beleven van hun toes, een verzorgingstoes, met welke reden dan ook. Maar de verenigingen die zich voorbereiden op de Vasteloonvrienden tegen het komen. Mensen die bezeerd zijn van de Vasteloonvrienden. Daarvoor doen we dit programma natuurlijk allemaal maken. Ja, dankjewel Ferry. En dat gaat de komende 6 weken gebeuren hier op het televisiekanaal van Wiert FM. Het programma is, wie dat je gewend ziet, goed gevuld vandaag. Ik kan zo dadelijk met de Keursverse Kastielier en ook het Keursverse Kroonpaar van Vasteloonvereniging De Beesterbollen. Het Vasteloonsgezicht van 2023, Peter van der Bos, is schuif bij me aan. Er is aandacht voor een nieuwe activiteit, de Boshoffer Revue van Vasteloonvereniging De Brugwachters. En ook de bonteoven van veel verenigingen die stonden op het punt van beginnen. Zij wie CV de Heikneuters, de bonteoven. Je kunt gewoon genieten van fijne Vasteloonvrienden muziek ook. En dat doen we dit jaar niet van ene, maar van verschillende artiesten in de uitzending. En de aftrap, die werd gegeven vandaag door de minste afgelopen vrijdag nog op het 1 keer 11-jarig jubileumsting, Patrick Hendricks. In dat kleine stamcafé of op een boemvol plein, de Vasteloonvriend veert je heen met vriendje ongerein. Met duizendje op een gepakt, het feestvirus is no. Weer naar het zuiden afgezakt, komt alle heen zo. In de allergrootste vierstand van de wereld is het vierst in ieder gat en iedere hoop. Want de allergrootste vierstand van de wereld lukt die stand weer heel van eiste tot in boog. In de oostelijke provincie is het overal gangraak. Het is pompen of versoepen, wegom uit oerspies den dag. In de allergrootste vierstand van de wereld is het vierst in ieder gat en iedere hoop. Als ik een rondje geef, gewoon een derde kin, dan voel ik weer dat ik leef en krieg ik heel goeie zin. Veel lotte ons dus lekker gewoon, we leven toch nog. Zeg blief niet aan de zeelingsloon, komt alle heen naar zo. In de allergrootste feestend van de wereld is het feest in ieder gat en iedere hoop. Want de allergrootste feestend van de wereld lukt die staat weer heel van eiste tot in moog. In de oostelijke provincie is het overal ramraak. Het is pompen of versoepen, wegom uit oerspies den dag. In de allergrootste feestend van de wereld is het feest in ieder gat en iedere hoop. Zo
Zaterdag 7 januari is in een afgeladen vol cafézaal De Hoog het nieuwe Kroonpaar en de Kastelier 2023 uitgeroepen bij vasteloonvereniging De Beestenbollen. Michael Timmermans, Kiana Gomez en Loek van den Berg, dat zijn de nieuwe heersers op de beest en die stonden hier bij mij in de toffel. Welkom, allereerst in een dikke proficiat. Ik heb het gisteren natuurlijk ook tegen de gezags, want ik was erbij. Maar het hoegewoord is eruit. Loek, en wie voelt je het? Wie voelt je het dat je nu eindelijk bij De Beest het voor het zeggen hebt? Ja, goed. Ja, dat is toch mooi? Ja, zeker. Ja, dat geldt natuurlijk geldt ook voor die dingen, gekke Jana. Ja, ja, zeker. Kijk, dat is mooi. En Michael, jij moet ook ondertussen een beetje bekomen zijn van de kooi. Ja, dat was van wat, ja, zeker. Ja, even voor de mensen die daar niet bij zijn geweest. Gisteren ik deed een hoegwerker boeten. Ja. En daar hebben ze even kooi laten liggen voordat je uiteindelijk... Nou, ik heb al een paar minuutjes boven in de kooi gestaan. Ja, 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 ja. Maar hartstikke ziek, maar vroeg ook een heel fijn gevoel zijn. Ja, het was super. Het was echt geweldig om te doen. En ik ben er ook blij dat, dat ze mij toen hebben gevraagd. Het was echt helemaal ja, geweldig. Over wanneer hebben we het dan? Ongeveer anderhalf jaar geleden kwam Ron en Tom Riemers. Komen eerst met een berichtje zo van, hey, kunnen we een keer langskomen, want we moeten even kallen. Ik zeg ja, morgen 18 oktober was het dan. En toen zijn ze bij ons langsgekomen en toen kreeg ik dat vroegje ja, of ik dat goed weer. Ja, en wat gaat er op zo'n moment door, Geer? Even zo van, oké, ja, 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 goed en ja, gelijk eigenlijk. Ja. Maar hij ook tegen ze gezegd, waarom ik? Ja, ik ben in 2019 ben ik bij de kantine op Loor, op een voetbalclub, ben ik ook een keer een dag prins geweest. En toen waren die met de vereniging ook tot aan toe gekomen. En toen hebben die dat een beetje gezien, wie dat ik dat deed. En dat was ook een soort van... Dan gaat je al een beetje aan mogen proeven eigenlijk. Ja, hè? Dus, door van ook door en komen ze toen een beetje bij mij. Weet je. Ja. Ja. Kiana, wist zich nog wie het moment dat ze dat bij dicht komen vragen, wie dat is gegaan? Ja, dat weet ik zeker nog. Vertel. Nou, we kwamen daar en ik had zo'n, je moest zo'n brief schrijven om dat ja, iets typen naar hun. Hmm. En dat inleveren omdat ze op school kwamen. En als je dat dan had ingeleverd, dan of je kreeg een antwoord of niet. En toen kreeg ik een antwoord dat ze wouden praten om te kijken of het iets was. Dus toen, ja, toen kwamen ze en de eerste keer hadden ze praten en op een gegeven moment op het laatste deden ze in één keer de computer open en toen vroeg de oud-kroonprinses Selina, die vroeg dat dus en in het filmpje vroeg zij of ik het wou worden en toen heb ik ja gezegd. Ja, maar wat dacht ze toen wie die vroeg kon? Ja, ik weet het eigenlijk niet, want ik was heel blij, maar ik snapte het niet helemaal. Nee. Maar goed, uiteindelijk is het wel goed gekomen. Ik heb wel jou gezegd en het moet echt heel fijn zijn dat het nu ook eindelijk dan mag. Ja, want het was anderhalf jaar geleden als het goed is. Ja, ja, ja ongeveer. Hetzelfde beetje bij je, Michael. Loek, heb je hetzelfde moment gemaakt als Kiana, dat het ook zo is gegaan? Nou, ik had ook een brief geschreven. Je moest opschrijven waarom je prins zou worden en waarom je denkt dat het een goed idee zou zijn. En toen had ik ook antwoord gekregen dat ze even bij ons langskwamen en toen stonden ze voor de deur. En toen kwamen ze binnen en toen gingen we praten over alle dingen waarom ik de brief had geschreven en alle dingen in die richting. En toen hadden ze een klein cadeautje voor me, dat was een doosje en daar zat een puzzel in. En die puzzel die moest ik oplossen en daar stond op kroonprins Loek de eerste. Nou, kijk aan. En hier sta je. Ja, dat klopt. Happakee, dat is hartstikke mooi. Hey, even, dat is eigenlijk een vraag voor je beiden. Laat ik bij je beginnen, Michael. Het moment dat ze nog vragen, de weeg van een touw. Wie ziet ze een weeg eruit? Dat was heel lang. Anderhalf jaar toch wel. Dus, op dat gebied in ieder geval zeker? Ja, het duurde echt gewoon heel lang. Op een gegeven moment was het ook gewoon, ja, laat maar gaan. We gaan, ja, dat duurt nog wel even. Dus dan zit er ook soms zit er ook even niet mee bezig omdat het zo lang duurt. Maar naarmate dat het ging komen, ja, toen begon de kriebels wel te komen. Ja, ja, ja want wie jij je gisteravond beleefd, had je dan toch een bepaalde spanning? Ik heb eigenlijk de hele week heb ik geen spanning gehad. Tot gisteravond, tot Ron zei we gaan nu mensen bellen voor u te nodigen vanavond. Toen dacht ik van ja. Vandaag gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren. Ja. En toen kreeg ik wel een gezonde spanning, ja, zeg maar. Maar dat mogen ook, hè? Ja. Dat mogen ook, hè? Er is niks mis mee. Ja. Wie had jij die spanning ervaren? Want het moet toch even wel iets spannend zijn geweest? Ja,
we gingen dus... Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ja, het was leuk, maar het was ook... Maar ook spannend. Ja, zeker. Ja. Maar voor rug was het nog... Ik ben erbij geweest, hè, want ik heb net gepresenteerd natuurlijk met kanselier Ron. Ja. Maar gisteren stond er nog gewoon in het publiek. Ja, dat klopt, want ja, dat was ons plan, zeg maar. Dat we maakten een filmpje, dat we gingen lopen en toen hing er een doek en dat liet ze naar beneden gaan. En daar zouden we eigenlijk moeten staan, maar daar stonden we niet, voor de grap. Dus toen stonden we in het publiek en toen ging Carenza, die ging met het licht in het publiek. Ja, Carenza is de eerste jeugdvorstin van de Beesterbollen ook nog eens. Die komt ook nog in het oog. Die het uiteindelijk naar het podium ergehaald. Ja, dat klopt. Ja, maar dat mooie wel, bleek ik allebei heel, het moet een heel fijn zijn dat die spanning uiteindelijk wel weg is. Ja, klopt. Dat was heel opluchtend. Ja, dat kan ik me goed voorstellen, ja. Kiana, heb zich nou moeite gehad om dit stil te houden? Want het is even goed, anderhalf jaar is lang, hè? Ja, op een gegeven moment was het wel... toen was een vriend van mij dus prins geworden. En toen dacht ik zo van, oh, want bij ons ging het dan niet door. En dan was het heel moeilijk om het stil te houden. Ja. Maar voor de rest was het... Ja, ik kan goed geheim bewaren op Kijk, zich. Ja, maar dat is dus mooi. Maar dat lukt niet iedereen, hè? Zo erg was het niet. Dus dat moet ook gezegd worden. Ja, anderhalf jaar, Michael... Ja, ik heb goed binnen mijn mond kunnen houden. Ja. Ja. Ik vond het niet moeilijk om me stil te houden, zeg maar. Dus. Kan me ook wel voorstellen, hè? Natuurlijk voor ug angst is dan voor net wat jeugd. Hè? Die spanning is angst. Zeker, ja. Dus, maar zeker. Dat mag, dat is helemaal goed natuurlijk ook. Ja, iets waar je dan allebei wat gebroekelijk is bij de prins, in ieder geval is het dan Kastielier en Groenpaar. Dat je moet gewoon nadenken over medaille, over een devies, dat soort dingetjes allemaal. Wie zie jij daarover nog aan denken? Want gedood, ik hoorde al van alles voorbij komen eigenlijk, maar gedood van alles. Ik weet eigenlijk een beetje alles hoe ik erin verwerk in mijn medaille. Moet je microfoon iets hoger gooien, Michael? En dat is ook gelukt. Ja. Ik heb alles erin verwerkt hoe dat ik... Wat ik leuk vind en wat ik doe. Ja. Dus, je doet ook wat met darten, hè? Ja, ik doe ook bij de hoek darten, ja. Dus ik ben er heel vaak te vingen, ja, achter de hockey. Bijna kinderneus. Ja. Twee joes zei je gisteren, hè? Ja, twee joes, weet je wel. Wie zit jij met de hobby's? Want daar heb je natuurlijk ook over nagedacht om dat te gaan verwerken in zo'n medaille. Ja, we zaten allemaal soort van op een balsport, dus we wouden daar iets mee doen. Mm-hmm. Maar we hadden op een gegeven moment een goed devies, dachten wij. En toen had de prins van Boshoven had dat dus ook... Oh. Precies dat. Ai. Dus toen hebben we een andere moeten bedenken. En we zaten de hele tijd met iets met een bal. Alleen uiteindelijk werd het iets met wat voor balsport dus? Ik doe handbal. Ik doe handbal. En jij? Ik doe basketbal. Basketbal, nou kijk ook. Ja, dat zijn wel twee leuke verschillende sporten natuurlijk ook. Ja. Een devies, dat moet je dan... Want jij doet het tegelijkertijd samen, hè? Ja. Dat heb je toch ook even moeten oefenen? Ja, nou, het ging op zich best wel makkelijk eigenlijk. Kijk. Dat is al fijn, dus dat wil je in ieder geval zeggen dat je er tegenaan gooit. Ja. Nou, hartstikke goed. Dan moet je daar mee afgesloten met dat devies. Was dat vrugstig gemakkelijker, Michael, om erover na te denken? Ja, op zich het veel van mij, want ja, ik kost zoveel dingen verzinnen. Maar ik denk... Maar je moest hem eenen natuurlijk. Ja, maar ik denk ook, omdat het zo lang heeft geduurd voordat we weer een keer fatsoenlijk vast lopen, kost te conferen, hoe ik iets met samen met iedereen... Ja. Hoe ik erin verwerk. Dus. Want uur de viesleutje? Met deze dag goes ik mijn pielen aan de kant. En gewoon samen met jullie viersferen in het Vastelovensland. Nou, kijk aan. Ja, en ja, geef natuurlijk, dat snap je, geef het slot aan hun, hè? Ja, voor het devies. Want jij zag dat het heel makkelijk ging, Loek. Dus ik ben ook echt benieuwd, hè? Dus jij gaat nu knallen. Oh ja. Nootje hier, hè? Vastelovens met us wordt keigaaf. Samen met rug knallen vijf dagen eraf. Nou, kijk aan. Je hebt goed komen op een beest. Drie keer 11 jaar, dat moet ook natuurlijk een prachtig gevoel zijn dat je op dit moment dan door de heerser zit. En dat gaat goed komen bij je met het dialect. Zeker. Jij is al gisteren uit goed gedaan en dat gaat goed komen. Proficiat, geniet ervan en dank voor de komst naar de studio. Dank je. Ja. Goed. Dan is het tijd voor een lekker stukje muziek in de Gonverweer, want dat is natuurlijk ook altijd een van de ingrediënten die dat we hebben. Niet het einde zoals ik zag, maar meerdere liedjes in de uitzending. Niet alleen uit de regio, maar uit heel Limburg. En deze groep stingel even op het verlanglijstje. Stiert dit jaar ook in een van de halve finales van het LVK met dit liedje. Ze komen uit Guttekoven, het is Don Quixote. We leven maar één keer.
De gevel zegt niet te langs, want hier wordt gezongen, gelachen, gedanst. Weer leven maar één keer, weer genieten maar al te ger. Weer gondisch pas achter, nou gaan ze gauw hier voor, we zijn maar één keer door. Overrechts gezellig en nog lang nog niet gedaan. Toen zag ze ganzen in, kom jong, vergon, oes. Ze sting al met de jas gereid en zag, kom op, vergon. Het is goed geweest, finito, het is schloes. Maar hij dacht toch aan anders voor keek de biene blie. En zag, maar schat, toe bus wel gek, verblieven nog het wie. Weer leven maar één keer. Profiteren weer. De vaste loven is een kans. De gevel zegt niet te langs. Want hier wordt gezongen, gelachen, gedanst. Weer leven maar één keer. Weer genieten maar al te ger. Weer rondes pas achter. Nou gaan ze gauw hier op wortels in maar één keer dan. Miljard, dat komt de rekening van het leeg en van het gaas. Oh, zie schok, zie zat meteen in zak en as. Maar hij meende net niks, weer gewoon vieren met die dag. Oh, al zitten we nu even krap die kas. En door die kum op stap komt, dat is echt een wees besloed. Want toen kan dan een tussje de verwarming even oet. Weer leven maar één keer. Profiteren weer. De vaste lovend is een kans. De gevel zegt niet te langs. Want hier wordt gezongen, gelachen, gedanst. Weer leven maar één keer. Weer genieten maar al te ger. Weer rondes pas achter. Nou gaan ze gauw hier op wortels in maar één keer dan. Weer leven maar één. Weer leven maar één. Weer leven maar één. Weer leven maar één keer. En zolang profiteren weer. De vaste loven is een kans. De gevel echt niet te langs. Want hier wordt gezongen, gelachen, gedanst. Weer leven maar één keer. Weer genieten maar al te ger. Weer gondisch pas achter. Nog gaan ze gauw hier op wortels in maar één keer dan. Vermotten beseffen, verleven me effen, verzin er maar één keer. Die alle manieren om het leven te vieren, want nu is het tijd, nu is het tijd, nu is het tijd over. Eerder jou werd je vroeg gesteld, wie was het nieuwe gezicht van de vaste lovens? Jarenlang dan ging de hier eigenlijk nog verschillende dames uit het Limburgse landschap, maar dit jaar, voor de eerste keer, een mens, jawel. En de mens die komt hier uit Wiert, stiert in even mij, Peter van den Bos. Peter, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het is vervelend voor de mensen, huren ze het niet. Ja. Zie je heel schoon aan Carly. Geef verstoort mij wel. Echt gelukkig wel, ja. Nou, Peter, jij had gedacht, het is tijd dat er een manskerel het vaste lovend gezicht wordt. Ja, ik zocht dat eerder jaar langskomen en nu ga ik in de kier. Moet maar eens een kerel weren. En daarom heb ik mijn foto opgestuurd. Eigenlijk meer met het idee van dat het een kerel moest weren, maar niet dat ik dat moest weren. Nee. En vervolgens een tijdje later kreeg ik een keer telefoon. En daar vroegen ze eigenlijk aan mij van, stel dat je het weert. Toen wist ik nog van niks, maar stel dat je het weert. Ken je dan? Op 18 oktober en op 11 november zijn dan beschikbaar. Ik zeg, ja is goed. Niet weten je welke dag dat het woorden of wat dan ook, want ik stond voor de klas. Dus ik ken niet altijd. Maar uiteindelijk ging de trein rijden. En daar ben ik gezongen dat ik dat wist opgesprongen. En toen dacht ik ook zoiets van, ja, dan moeten we de daaf maken. Ja. Ja, voor de ooieren kieker, zeg maar. Nu maar even zo, maar ik bedoel het uiteraard goed. Dit is iets wat een aantal jaren eigenlijk nu al bezig is. Dat speelt zich ook af op Facebook. Dat wisten de ooieren generatie misschien natuurlijk niet helemaal wat het is, Facebook. Ja. En dan wordt ze altijd dus inderdaad een gezicht gekozen. De leuke schmiedjes. Ja. Die het hele vastelovend seizoen eigenlijk het gezicht van Limburg is. Dat gebeurt dan bij onze
concurrent natuurlijk. Conculega. Ja, conculega. Maar helemaal niks mis met. Dat gaat via Facebook. Mensen moeten erop stemmen. Ja. Daar zie je natuurlijk ook een hele hoop reacties voorbij komen. Ik kan me voorstellen dat je ze niet allemaal leest. Maar er stonden ook wel eens dingen tussen die je denkt van... Nou, over het algemeen, en dat viel me heel erg mee, worden de reacties zeer positief. En de meeste mensen haaien als reactie zo van, hè, eigenlijk is een gewoon gesminkt gezicht, want ja, die vrouw die met vuur zijn gegaan, die worden allemaal prachtig gesminkt. Die hebben minimaal een half oor of een oor in de smink gezeten voordat dat klaar wordt. En ik ben op 10 minuten klaar. En dan zo moet het met vastlopen en dan gewoon ik op stap. Ja. En dat worden eigenlijk over het algemeen wordt dat reactie. Gewoon, normaal, niks geks, dat is vastlopend. En het ging niet om het schoonst gesminkt je gezicht, maar het ging om het vastlopend gezicht. Ja, het is ook meer door meer dingen, hè? Want je had volgens mij zelf ook in een van die gesprekken aangegeven van ik ben niet zo'n hele goede sminker. Nee, helemaal niet. Dat, ik zeg al 10 minuten en dan ben ik klaar. En dat, het moeilijkste stukje is eigenlijk je boven als de bril af moet. Want ja, dan moet ik eigenlijk zonder dat ik wat zeer moet ik mee gaan sminken. En dat moest nu ook voor die filmpjes die ze gewoon gebruiken. Ja. Moest ik me ook gaan sminken. En dan wordt de camera echt zo wiet van me af. En ja, die keer dat ze de foto's en die filmpjes gemaakt hebben, dat wordt het slechtste gesminkt van altijd. Ja, want wie ziet dat er eigenlijk uit? Hè? Want ja, op een gegeven moment is het moment dan bekend van oké, jij wees het vast over het gezicht. Ja. Wat komt er dan op begaven? Wat verwachten ze van je? Nou, eigenlijk moet je twee data beschikbaar zijn. Eén keer voor opnames te maken van die filmpjes, die bumpers die ze tussen de reclame door laten kieken. Mm-hmm. En foto's maken. En de tweede keer dat ik beschikbaar moest zijn, worden 11 van de 11 in een remuntje. Ja. En dan zou je dan de prijs, wat het dan nog is, zou je goed gereed krijgen. En dan kwam toen een keer bij dat ik eerder reclame met een bordje rond moest lopen. Dat is het een beetje. Dan ben ik verder ben ik ook klaar. Dat zijn dan zeg maar de verplichtingen. Dat zijn de enige verplichtingen hoe dat je, ja, je hebt niet eens getekend, maar hoe dat je veel moet tekenen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er dan nog wel meer op je afkomt. Want er zijn natuurlijk wel mensen die ook zeggen van, oh, Peter, kun je ook hier komen? Ja. Ik herken dat zelf ook, hè? Dus overkomt me ook heel veel omdat ze zeggen, oh, je presenteert ook over weer of je doet in de buurt, kun je. Dat zul je ook meemaken. Ja. Nou, dat begon eigenlijk al dat ik voor het Liedjesfestival. Wiert gevraagd werd voor de jury. Mm-hmm. En dat is misschien niet omdat ik zo heel muzikaal ben, maar gewoon omdat ik het gezicht ben op dit moment. En ook wel vastlovend veer, dus wel een beetje kiek heb op wat lollig is of niet. Mm-hmm. En daarna stond Stefan Wolter mij op de schouder te kloppen van wil je hem in de clip mij doen? En Ronald en Karin eigen gevraagd of ik mij wil doen in de clip. En ik ben jurylid geweest afgelopen vrijdag in Ospel. Ja, bij het MLF. En zo weten mensen nog wel te vingen, joh. Maar dat is wat meer om te zeggen van, ja, dat doe ik of dat doe ik. Ja, precies. Nee, inderdaad. Je hebt hier natuurlijk ook een naast liggen die volgens mij al heel lang in haar bezit is. En moet hij ook niet zonder kindje? Ja, inmiddels heb ik al een eerste vervanger gekocht, want die is ik hier al 25 jaar mee. En die moet ik eerst keer op mijn naast plekken. En als hij niets opplekt, dan moet je er ook weer van trekken. En ja, na 24 jaar begint je heel voorzichtig na te lopen. Het heulde een keer op, hè? Het heulde een keer op. En mensen vinden het ook wel lollig als hij die naas op had. Om een keer door in te kniepen of op de doen. Of ja, de echt lollige mensen, denken ze, die trekken hem van een naas af. Dus dan moet je weer op nog een plekken. Ja. Maar die hier al 24 jaar mee, ja. Oké, okay, nou ja, kijk aan. Ik heb een jubileumuitzending gisteren. Heb ik mijn gasten een aantal vastelovenstellingen voorgelacht. Dat kon ik bij een aantal gasten ook dit seizoen doen. Jij zit er een van, Peter. En op die stellingen mogen ze alleen maar ja of nee antwoorden. En ik heb bewust uitgekozen omdat je het vastelovensgezicht ziet natuurlijk. En natuurlijk kunnen we nog even kort dadelijk overeenstellingen het hebben. Laat ik beginnen met de eerste. Vastelovend is meer dan alleen podia's met muziekartiesten. Ja. De vastelovend moet meer op straat komen. Ja. Wat ze op de 11e van de 11e in Remuntje kennen, dat kan hij in Wiert ook. Ja. Bij de laatste viel ik een beetje twijfel. Het is een groots iets. Je hebt er rond mogen lopen dit jaar. Daar kun je heel veel bij kijken. En dat is meer als alleen een podium neerzetten en mensen laten zingen. Dus, maar het zou je wel schoon zijn. Ja. Dus dat wordt met een voorzichtige joh. Ja, en dan denk ik misschien ook eerder dan met lokale artiesten dan met over heel Limburg. Ja,
Ja, ik denk dat het heel gemakkelijk is om het volk heen te krijgen door wat grote artiesten neer te zetten. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om net de artiesten uit de regio de kans te geven om zich te laten kijken. Ja, maar dan kunnen we dan ook weer linken aan het stukje met Van der Vasselhoff, want je moet meer op de straat komen. Ja. Want dan zou je dat wel natuurlijk perfect kunnen combineren. Ja, ja, ja. Ja. Heb je nog andere verplichtingen op dit moment? Of ja, verplichtingen of uitnodigingen gekregen hoe dat je hergoed, hoe dat je naar uitkijkt? Nee. Ik heb tot nu toe één keer nee gezegd dat over het Liedjesfestival Peel en Maas. Maar dat ligt me allemaal te wieden weg en ja. dat Vasselhoff veert je toch vooral in de eigen stad, in de eigen regio. Dus daar heb ik nee op gezegd en verder gewoon ik gewoon Vasselhoff veert. Ja, nee, dat doe je ook hartstikke goed, Peter. Ik vond het in ieder geval chic dat je bij mij moet komen in het 11-jarige bestel van de Gonverweer. Heel fijn dat er op dat moment ook een mens uit Wiert het Vasselhoff gezegd is. Ja. Dus goed van genieten en we gaan elkaar met die dag ongetwijfeld tegenkomen en dan drinken we er gewoon een. Of zeker. Twee. Of... Ja, nog gisteren misschien een en dan... We kijken het allemaal. Goed zo. Dankjewel, Peter. Goed, we gaan gelijk door naar de volgende. Want op Bossenverbi, Vasselhoffse Vereniging de Brugwachters, daar hebben ze dit Vasselhoffse seizoen een nieuwe activiteit op het programma staan. Namelijk de Bossenver Vasselhoffse Revue. Wat zit er precies te gebeuren? Dat gewoon ik bespreken samen met Arno en met Roy. Roy, normaal natuurlijk de vorst van de Brugwachters. Maar nu natuurlijk gewoon lekker Roy. Undercover, ja. Nee, precies. En Arno natuurlijk ook. Welkom, mannen. Allereerst het begin. Wie is het eigenlijk een beetje ontstaan om de Vasselhoffsrevue te gaan, Domburg? Nou, dat is een idee wat eigenlijk al jaren geleden ontstaan is. Maar omdat bij Bossen we een stichting hadden die de Bond Oventje organiseerde, ja, was dat een beetje in het vaarwater van. Dus dat was niet de bedoeling. Nu dat hier ermee gestopt is en het corona gebeuren heeft toch best wel wat impact gehad op het Vasselhoffsrevue. Ja, was dit eigenlijk het moment om dat te introduceren. Want ja, je weet zelf ook, je moet tegenwoordig angst denken. Hè? Je moet je out of the box denken. Dus je moet je kijken, hè, wat kunnen we aan nieuwe activiteiten gaan organiseren. Ja. Wetende dat de succes uit het verleden, dat is geen garantie voor de toekomst. Nee, dat heb je overigens nog eens een keer gezegd in het jaar dat je uitgeroepen werd als vorst. Ik weet het nog kind herinneren. Absoluut. Samen met mijn pap erbij en met natuurlijk ook de vorst van de pinmakers Roland. Toen zou je ook van dingen veranderen, moet heel goed kijken van ja. Wie kunnen we dingen gaan doen. Maar dus de Bond Oven is gestopt, eigenlijk dus vanwege de corona. Mede, ja. En jij zit dus heel lang in de ijskast gehad, en nu hij het er eindelijk uit kunnen pakken dan. Ja, absoluut. Ja. Ja. En dan ben ik toch wel even ook wel benieuwd, want er komt veel bij kijken met te organiseren allemaal. En dan denk ik dat ik wat meer naar Arno moet gaan, want jij zit er echt heel nauw bij betrokken. Ja, dat is een idee wat Royal Zeert wat een paar jaar geleden ontstaan is. Ze hebben ook al de eerste stappen mee gezet tijdens de corona. Mm-hmm. Twee keer helaas ook de stekker uit moeten trekken, dus het forum al loog er. Het idee is een aanloop van 3 jaar hebben. Ja, en nu is het dan toch zoiets dat het uiteindelijk op de bühne komt te staan. Ja. Wie moet met dat? Ja, ik bedoel, ik heb er zelf van een idee bij, maar kan ik voorstellen mensen toestellen dat het heel anders is. Je komt met een paar man bij elkaar en dan? Ja, je hebt eigenlijk wat creatieve mensen nodig bijeen. Die komen met het idee. Ja, het formaat is redelijk duidelijk. Alleen hoe we dan de invulling geven aan de acts. Hmm. En daar hebben we bewust gekozen voor een stukje externe acts. Dat het echt zeg maar een oven is die rondom de 4 gangen ingevuld weer met allemaal verschillende soorten entertainment. Maar toch met een humor hoe je droogt door her met als eigen revue crew. Ja. Want dan maak je dus gebruik van eigen artiesten onder andere. Maar je gaat natuurlijk ook een stukje verder kijken. Nou ja, het idee is dat we echt een blok op hebben gedeeld. En die blokken weer ingevuld door echt een variété aan verschillende soorten entertainment. Mm. Dus ook niet alleen Vasselhoffend. We hebben een illusionist. Maar ook Wiert de Vasselhoffend artiest als Moer Optazie, Ronald en Karin. We hebben een Tom Proter uit Beul, Tom van Osten komt. Een illusionist, ja, dat is niet het eerste dat je een ding bij de Vasselhoffsrevue, maar bewust voor veel variatie in het programma gekozen. Ja, het is echt een variété revue. Wat hij echt, Daarom ook inderdaad, het idee is eigenlijk ontstaan vanuit een dinnershow. Maar door de invulling die we hebben gekozen, zullen we eigenlijk revue er nog beter bij passen qua invulling van de oventje. Ja, want dat ging eerst in de rond inderdaad. Van de Bossenhoffer de gewoon een dinnershow doen. Maar daar zie je dus eigenlijk een beetje van afgestapt, zeg maar, meer in de revue richting dan. Nou ja, het is in principe nog steeds een dinnershow. Hè, want er gebeurde een 4 gangen die niet serveerde in de oventje. Maar om een beetje duiding te geven aan de invulling is uiteindelijk inderdaad gekozen voor revue. Ja. Dat is wel eens gewoon een extraatje wat de mensen krijgen die bij je komen. Ja, zeker. Ja. Kunnen ze dan even nog wat extra's verwachten? Want je zei toch, je hebt verschillende extra's stonden. Er zijn 4 gangen die neer bij. Zit er nog ergens wat speciaals bij? Precies, wat we willen is eigenlijk dat er de optredens op zich stonden, maar dat er wel een komische goede droot. Ja, wat ik zeg, onze eigen acteurs en actrices en een zanggroep. Die gaan ervoor zorgen dat wel een goede droog is.
waardoor het uiteindelijk ja, wel van A tot Z een geheel wordt, de oventje. Ja, de data van de revue? Dat is vrijdag 27 en zaterdag 28 januari hier gebeuren in Den Bosch. 2 dagen, dat is ook de eerste keer dat je het doet, dus we hopen natuurlijk op een groot succes dat het ook een schoon vervolg kan krijgen. Nou, ook bewust, we begonnen ook niet de zaal propvol te houden, we willen gewoon bewust door een kwalitatief iets neerzetten. 140 man per oven terecht kunnen. Dus de kaartverkoop is afgelopen week begonnen en dat gaat al heel goed. Dus er zijn nog kaartjes te krijgen via de website van de Brugwachters. Ja. En dan verwachten we inderdaad dat dat wel een succes gaat worden. Ja, dat hoop ik ook, want de Bonte Oven, ja, die eerder altijd dat 6 ovenen waren. Dus, en dit gewoon over de eerste keer doen. Dus ik snap dat je ook niet gelijk zegt van we pakken uit naar heel vandaag. De link willen we ook loskoppelen. Mensen moeten het idee hebben dat ze naar een nieuwe Bonte Oven komen. Dat is echt een aparte activiteit. Ja. Maar ja, goed, wel toevallig op die dag dat in het verleden de Bonte Oven geprogrammeerd stond. Ja. Nou, ik vind het hartstikke goed dat je dat inderdaad doet, want de laatste jaren is er inderdaad bij veel verenigingen niet veel veranderd qua programma, maar je ziet het nu dat er langzaam wat nieuwe dingen bij komen. En ja, goed, Roy, ik denk dat je wel een van de aanstichters ziet geweest, wie dat je heen was, om te zeggen van, we moeten dingen langzaam gewoon veranderen. Nou ja, dat is het, hè. En je moet je verbinding gaan zoeken. Ik heb het al ontdekt over dat je samen moet je veren en we zien allemaal dat het iets minder wordt, hè. Dus dit jaar ook natuurlijk wel spannend, wat hier de corona gedoemd door mij, en daar willen we niet te lang op blijven hangen. Mm-hmm. Maar ja, we moeten gewoon nieuwe kansen zien en kansen kun je alleen maar creëren en door samen te werken en daar ben ik echt wel een vuurstander van. Ja, ik denk dat het een heel schoon kans is en dat hij echt wel iets uit kan komen. Dus ja. Ik zou zeggen, godje van geniet, dat moet wel gaan lukken. Het gaat helemaal lukken. We hebben trouwens ook nog eventjes, ja, je hebt toch wel een item. Wat al 11 jaar op het bühne stiert, op planken stiert. We hebben namens de Brugwachters ook een kleine attentiewaarde voor meegenomen. Dank je. Geniet je ervan. Zal ze met de collega's gewoon nuttigen. Dat zal vast wel goed komen. Ja, en dat je nog heel veel jaren dit moet doen, Rob. Dank je wel. Ja, dat hoop ik ook. En dat wil ik ook heel graag, want dat is al wat ik zeg. Er zijn veel mensen toes die om wat voor reden nog geen vastloven kunnen veren, maar het wel met willen maken. Dus Dover is dit. Het is voor Uggers Vereniging, voor vastloonveerders. En dat moet heel lang blijven bestaan. Top, dank je wel. Dank je wel voor de komst en heel veel plezier tijdens de vastloontrofee. Dank je. Goed. Ja. Dan is het tijd voor weer een lekker stukje muziek in de Goonverweer. Heel af en toe huurden ze nog van die oude Wierter vastloofdliedjes. Deze de ken je in ieder geval zeker. Sop in de ketel. Hier is Ig en Dig. De ketel, olie op het vuur, water bij de wien en verder geen gezeur. Koeren op de muren, koffie in de kan, gort voor de nonde, jus in de pan. Sop in de ketel, olie op het vuur, water bij de wien en verder geen gezeur. Koeren op de muren, koffie in de kan. De boren, de nog niet boren, dan moeder zal nog niet zo voor. Sop in de ketel, olie op het vuur, water bij de wien en verder geen gezeur. Koeren op de muren, koffie in de kan, gocht voor de nonde, jus in de pan. Sop in de ketel, olie op het vuur, water bij de wien. De pupkes, lekker mupkes, stond te goezen met die wijn. Haai ik hoog met zoele pupke, helemaal voor mij alleen. Sop in de ketel, olie op het vuur, water bij de wien en verder geen gezeur. Koeren op de muren, koffie in de kan. Water bij de wien en verder geen gezeur. Koeren op
begin van de aflevering zag ik tegen u de bonte oventje bij verschillende verenigingen die konden weer aankomen. Een aantal jaar hebben we ze moeten missen. Dat duurde zich juist al bij de brugwachters natuurlijk, omdat de bonte oventje door ook helaas gestopt is. Maar er kan eindelijk weer gelachen gaan weer een hoop lekkere flauwekul. En een van die bonte oventje die vingen plaats in Altwerd Heij, bij CV de Heikneuters. En ik heb Wendy en Paul Jansen bij me stonden. Gaat je allebei Jansen, maar je ziet niet... Nee, we hebben wel heel veel connecties. We kennen Den Danger al vanaf de lagere school, al jaren vier dingen. Ja. En we spullen al... Je zit ook net geslaagd. Ook net, ja. Ja, nee, wat hebben, ja, we kennen elkaar heel lang, gewoon uiteraard een hei. En we doen al vanaf 88 al aan de Boontoven met, dus... Ja. Dat betreft je... Zien we wel een soort van familie. Ja, ja, ja. Dus je zit er in ieder geval al heel lang bij betrokken. Ja, ja. Dat is in, wat zeg ik, vanaf 88, vanaf de beginjaren. Ja, ja, dat is, dus, dat is een, ja, dat is een hele goede. Ja, dat moet ik zeggen. Er zijn meerdere, maar wees dan hoe je toevallig namens zoals de Bonte Oventspeulers. Ja. Dus, ja. Wendy, wie voelt het nou om nou een aantal jaar geen Bonte Oventje hebben kunnen doen om dan weer aan de gang te moeten gaan? Ja, eigenlijk ook wel weer een opgave, maar... Ja, normaal komen ze dan in september bij elkaar en dan gaan ze wat bespreken. En dan, we zijn toen wel opgestart, maar ja, toen kwam dus corona. Dus is dat weggevallen. Mm-hmm. Dan kwam het weer een beetje op. Toen hebben we ook het idee gehad van, misschien kunnen we de mensen lotten gaan zitten. En dat we ook een soort, net wie Bolshoven nu heet, een soort dinnershow doen. Maar ja, toen ging het ook weer helemaal... Ja, nu in september, oktober zijn we weer begonnen. We hadden dus nog wel het einde dan op de plank liggen. En een beetje herschreven, een paar stukken uit de oude doos. Ja. En volle bak aan de gang. En komende week alle over een repetitie, donderdag generale en vrijdag is kassa. Ja, dan is zover, ja. Dan dus is zover. Eigenlijk de basis voor de bonte oventje had je dus eigenlijk al een paar jaar liggen. Ja, we hebben eigenlijk altijd zo'n beetje dat we zelf straks herschrijven wat we organiseren en alles. Dus, maar het was voor 99% was het eigenlijk klaar. Maar ja, goed, toen komen de gekke corona tussendoor. Dus we hebben dit jaar wel wat een beetje aangepast, hier links en rechts. Dat doen we toch ieder jaar zo'n beetje. En ook wel wat dorpspolitiek. Er gebeurt in hij ook niet heel veel meer gekke dingen dat we daar stukjes over kosten maken. Dus dit is allemaal zo braaf geworden? Allemaal kei braaf geworden, ja. Dus nee, maar dat, goed. En door de loop van de jaren heb je er toch wel ervaring in. En dan gaat dat toch wel vrij soepel. En ja, er zijn een aantal die doen ook al heel lang met. Dus je vult elkaar heel goed aan. Dus dat speel en dat stuks geschreven en dat repeteren, dat gaat eigenlijk vanzelf. Ja, dus je hebt geen meute gehad, zeg maar, doordat je zo lang ook niet met elkaar als groep bezig bent geweest. Om dan ook weer aan de gang te gaan. Nee. Of was dat even goed winnen? Nee. Ja, maar zeg, we spelen al heel langzaam. Dus dat vult zich eigenlijk. Zo gauw als je elkaar ziet. En je ziet met een stukje bezig of je ziet wat aan het bedenken. Ja, dan gaat dat weer vanzelf. Dat zit er helemaal in. Dan kan ik me voorstellen dat er een hoop mensen zijn die nu kijken en die denken van oh ja, ik ben er ooit geweest. Kijken op hei naar de Bonte Oventje. Er zijn ook misschien mensen die zeggen, nou, ik ben er nog nooit geweest. Wil er geen keer her. Neem dus mij naar de oventje. Wie ziet dat eruit? Ja, dat is gewoon een kei leuke oventje. Dat zijn allemaal een heel hecht groepje. Daar is toch wel een beetje een hechte gemeenschap. Dat voelt heel, heel fijn aan. We moeten wat zeggen. We beginnen om 8 uur door een intro en dan werd er een programma. We hebben een pauze en dan werd je wel nog prinsen rooien. Ja, prins en Sotters. Sotters komt je prinsoet. Ja. Zondags is de bonte middag, jeugdbonte middag. Je komt jeugdprinspaar uit. Ja, goed. Gaat je natuurlijk wel, en dat buurt dan de prins op de zondag te Utkind. Jij maakt je natuurlijk als prins in de bonte over het niet met. Nee, dat ligt eraan. Het ligt eraan. Kijk, of hij moet natuurlijk meespelen, maar... Ja, meespelen of als publiek. Hè. Ja. Er werd vaak ook gewoon in het publiek... Er werd altijd een heel toneelspel aan... Maar ik wil zeggen, dat is ook goed. Hè. Maar met mij liet het zeker als ik prinsen zie. En dat ik ook als prins in de dorden zit en dan de bonte oven met maak. Ja, maar ook... als ik een voorbeeld mag nemen, in 2019 is mijn broer prins geweest. En die zat gewoon in de zaal als publiek. Ja. En die hoort dan de plek vanavond uitgeroepen. En ja, die kost gewoon met kieken en alles. Dus en nemen ze hebben daar een gezin van, zo die prins in. Want ja, daar merken ze niks aan. Nee. Dus die heeft gewoon alles met kunnen volgen. Maar het komt je ook goed voor dat hij later binnenkomt met een masker of weet ik wat van manier dat ze het over verzonnen hebben. Ja. Dus daar kun je alle kanten mee op. Moeten we aan de bonte Ovenburg denken zoals dat op meerdere plekken gebeurt, dat het Nederlandse sketches zijn, maar dat het ook gecombineerd wordt met dans en muziek?
Dansen, dat doen we niet zoveel van aan. We zijn niet zo van dansen. Daar komen we heel over tegen, joh. We hebben wel sinds een aantal jaren dit jaar ook weer een zangeres. Kijk, een zangeres die doet wat liedjes tussendoor zingen. En we sluiten af met een liedje. En ze doet er tussendoor met de gitaar nog wat jengelen. En de hijbezenbingers. En de hijbezenbingers. Dat vergeet je een beetje als zeg maar achtergrondkoor. Ja, vooral achter. Achter. En de hijbezenbingers die spelen tussendoor. Tussen twee stukjes door even een nummerke. Ja, maar dat is ook fijn dat er natuurlijk dan ook een beetje die afwisseling zit. Maar daar bedoelt hij ook meer mee. Hè? Dan heb je een beetje die afwisseling. Want de ene bond overigens gemaakt Wagenbroek van dansen, de andere inderdaad weer niet. Maakt ook allemaal niet uit, want eerder moet dat op zijn eigen manier doen natuurlijk. Ja. Dus de bonte middagen werden net even aangehaald, want die zijn op zondag, die zijn natuurlijk ook volop al bezig. Ja, ik denk dat die zowat rond dezelfde tijd beginnen als weer met Oostartiesten. Dus, want dan hebben we het over welke periode je begint? Ja, ik denk dat hij ook zo. Degene die de bonte middag al jaren regisseert en begeleidt, begint zeg maar al staags na de bonte middag van afgelopen jaar. Begint hij al te schrijven, hè? Willem Hoebe, die doet dat perfect. Die is er al zo lang mee bezig, dus die heeft al alles kloor. Die wicht erover met de teksten leren en beginnen en zingen leren. Dus Willem, die regisseert dat perfect. Dus die zijn ook al heijep aan de gang. En dan zondags begint hij om 2 uur, ook in de pool, uiteraard. Ja, want daar moeten we het natuurlijk nog over gaan hebben, maar dat is natuurlijk wel even een dingetje door, hè, dat hebben we meegekregen. Ja. Het is wel fijn dat je hem natuurlijk wel gewoon een kindje hoort bij de pool. Ja, dat is fijn. Dat we dit jaar nog even goed door, bonte middag, bonte oventje, prinsbal, prinsreceptie, smoonjes, naar de optocht, boerenbal. Dat we dat allemaal nog even goed dit jaar nog in de pool kunnen hooien. Ja. Wat dan ook is, dat ja, de tijd komt eraan. Ja, moeten we nu nog zeker niet aan denken. Uiteindelijk is overal een oplossing voor. Ja, dat is zeker. Uiteindelijk is overal een oplossing voor. Ja, precies. Ik zeg, als er misschien een hoop mensen die nodig nooit bij zijn komen kijken. Kaartjes metgenomen. Dus ik neem ongetwijfeld aan dat je wat met Willem wil doen. Ja, ik heb van de vereniging CW Dijkneuters heb ik twee kaarten meegekregen. Voor 2 voor de vrijdag en 2 voor de zaterdag. Ja. En daar hebben we dan een leuke vraag, of dat we door 2 vragen voor doen, of 1 vraag, wat dat willen. En dan mogen de mensen daar natuurlijk op antwoorden. En dan kunnen ze die kaartjes winnen. Ja. En dan kunnen ze us echt een keer metkomen maken wie het op de hei is. Ja, nou ja, laten we dan in ieder geval aanspreken voor de kieker dat ze dan kunnen mailen naar het mailadres van de Golvenweer. Dat is dgvw@weerdevm.nl. Dan mogen ze dan hermelen. Maar ja, de vragen, want die weet je natuurlijk niet. Dan zul je ongetwijfeld zo in de nacht over nagedacht hebben. Ja, je hebt het goed vragen. Hopeloze nacht. Mij nu al wat zinnig. Ik zou voorstellen, voor die 2 kaarten voor de vrijdag. Daar hebben we een vrouw bij verzonnen. En dat is van, wie was de eerste prins van de Heikenuiters? En in welk jaar was dat? Oké. Dus wie was de eerste prins van de Heikenuiters? En in welk jaar? En dan voor de zaterdag hebben een vraag verzonnen. Wie is de huidige vorst van Heikenuiters? Mm-hmm. En in welk jaar is hij officieel geïnstalleerd? Oké. Ja. Dus de installatie van de vorst van Heikenuiters. In Wafrijoor. En de naam erbij. En de naam erbij, ja. Nou ja, mocht je dat weten, dan mogen ze het dus mailen naar dgvw@weerdevm.nl. En dan gewoon ik in ieder geval zorgen dat die mensen die kaarten van mij gaan krijgen. Dus voor de zaterdag en de vrijdag. Ja. Dat gaat het goed komen. Nou, dankjewel in ieder geval voor je komst hier naar de studio. Geen dan. Heel veel plezier met de bonte oventje volgende week. En ik zou zeggen, daag eraf toch. De daag moet er toch een keer van. Het moet er toch al af. Dus dan kun je net zo goed doen. We maken er weer wat van. Ja. Helemaal goed. Nou, dankjewel voor je komst naar de studio. Goed. Dankjewel. Dit was maar weer de allereerste aflevering van het jubileumseizoen van De Golvenweer. Volgende week weer een nieuwe De Golvenweer. Met daarin onder meer aandacht voor de vastelovendmerentje in Doorspolis. Ik ga in gesprek met de feestvereniging De Druppelkes. Heb je nou de uitzending gemist? Wil je het goed nog eens terugkijken? Het kan allemaal verhalen. Deze uitzending vanavond en morgenavond om 7:30. En dan even kun je vanavond en ook morgenavond nog eens kijken naar de speciale 1x11 jaar jubileumuitzending die we op het televisiekanaal van Weer de Vem hebben uitgezonden gisteren. Heb je nog tips of suggesties voor de redactie? Dan mogen ze die ook sturen. Ik zei het net al gezegd, dgvw@weerdevm.nl. Volg ons ook op Facebook, daar zetten we foto's op. Daar hebben we nog op een huizen van diverse dingen. Dus ook door kun je ons zeker vingen. En dan voor vandaag kon ik de gasten allemaal bedanken. We gaan er natuurlijk lekker muzikaal uit, zoals we dat altijd doen. Dat gaan we doen met 2 gezellige dames uit Maastricht die al dekker de weg naar de studio hebben gevonden. Ik heb het over Duo XL. Ik zeg bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.
scherpen wie het meeste heet. Dat heb van niet verzonnen, dat is altijd zo geweest. En iedereen die moppelt mij en niemand is mee blij. Ja, zelfs die wat het meeste heet, die wil toch nog gaan bij. Maar trekt de gans gedaan als mij, dat zien de lui niet meer. Dat zien ze gans vergeten, daarom liefst dan maar een strik. Vier geven het leven. Het leven doen van niets nog niet misschien, want laten we toch blij zien tot voor op de wereld zien.